Volk van Suriname, broeders en zusters, in het bijzonder de Sneesi Brada Nangasisa voor UNO. Vandaag, 12 februari, luiden we het Chinees Nieuwjaar in, het jaar van de os. Chinees Nieuwjaar, wat ook bekend staat als het Lentefestival of Lentefeest, is de belangrijkste feestdag van de Chinezen. Waar de Chinezen gewend zijn elk jaar terug te reizen naar huis om dit met familieleden te vieren, worden zij dit jaar geconfronteerd met beperkingen. Ook hier in Suriname, waar we gewend zijn dit gezamenlijk groot te vieren met de samenleving, worden geconfronteerd met beperkingen. Ja, de COVID-19-pandemie raakt ons allemaal. Het jaar staat in het teken van de os. De os is het tweede dier in de 12-jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem. De os heeft een aantal positieve eigenschappen die wij gedurende deze pandemie zeker moeten meenemen als samenleving. De kracht, betrouwbaarheid, doorzettingsvermogen en vastberadenheid hebben we nodig. Ik spreek daar ook de wens uit dat we allen samen deze pandemie verslaan. En zodoende samen de eigenschappen van de os inzetten in het belang van vrede, rechtvaardigheid, ontwikkeling, welvaart en welzijn voor ons volk en de gehele natie. De os staat ook bekend als een geboren leider en een harde werker. Deze eigenschappen komen zeer bekend voor. Het zijn de eigenschappen die deze regering meer dan ooit nodig heeft om Suriname uit haar malaise te halen. En niet alleen de regering, maar in iedere Surinamer zit er een geboren leider en een harde werker. Het jaar van de os wordt daarom een jaar om obstakels weg te nemen, zowel voor land en volk. En dit gaan we samen doen. Want waar we te kampen hebben met een financiële crisis, kregen we in 2020 de COVID-19-pandemie over ons heen. Als samenleving hebben we minder kunnen verdienen. Dierbaren verloren. Zaken moeten sluiten. En banen zijn verloren gegaan. Daarom gaan we samen vol moed en motivatie dit nieuwe jaar in. Want ondanks de huidige COVID-pandemie zien de vooruitzichten van ons land er goed uit. De verlichting komt sneller dan u denkt. En samen komen we uit deze financiële crisis met iedereens ondersteuning, vertrouwen en hoop. Met het inluiden van dit nieuwjaar staan vandaag de Chinezen extra in de schijnwerpers. De eerste Chinezen, dames en heren, arriveerden op 20 oktober 1853 in Suriname, 10 jaar voor de afschaffing van de slavernij. Dus ook zij worden gezien als Jaja Surinamer, net als ik en net als u. De Chinezen spelen niet alleen een grote rol in de sociaal-economische ontwikkeling, maar ook in de opbouw van de harmonieuze multiculturele samenleving in Suriname. En net als van de andere bevolkingsgroepen genieten we ook van de Chinese cultuur, het eten en hun vriendschap. Met de Volksrepubliek China heeft Suriname dan historische band en een lange vriendschap, welke heeft geleid tot goede bilaterale samenwerkingen. Suriname houdt daarom vast aan de One China Policy. Door de jaren heen is op verschillende gebieden samengewerkt, waaronder de agrarische sector, infrastructuur, veiligheid, defensie, training en capaciteitsversterking en gemeenschapsontwikkeling, financiën, cultuur en handel. Vanuit wederzijds belang en wederzijds respect draagt de Volksrepubliek China op verschillende manieren bij aan de nationale ontwikkeling van ons land. En ook in de toekomst zal deze hechte band blijven voortbestaan. Hiermee wens ik de samenleving, maar in het bijzonder de Chinese gemeenschap, een gelukkig Chinees nieuwjaar toe. Mogen ieder genieten
van de eigenschappen van de os. Kongshi Fachai.